Nou, welkom in mijn bed and breakfast, La Marquise, Chambre d'Hôte Luxe. Nou, laat eens zien, hoe is het? Nou, kom verder. Dit heb je nu sinds wanneer, Nicole? Sinds 2016, in april zijn we geopend. En dit was van je? Dit was van mijn ouders, dit was mijn ouderlijk huis stond hier. Jouw ouderlijk huis? Ja. Helemaal plat gegaan? Helemaal plat gegaan, stond een boerderij, we hebben hem helemaal met de grond gelijk gemaakt. En we zijn begonnen met eerst met de bouw van het huis en later hier met mijn bed and breakfast. Nou, laat maar eens wat meer zien. Nou, ja, zoals je ziet, hier is onze receptiebalie, dus hier ontvangen wij de mensen, maar doen we ook de check-out en ja, het administratieve gedeelte. Nou, laat maar raden, dit is het ontbijt. Ja, dit is de ontbijtzaal inderdaad. Dus hier maken wij elke ochtend ontbijt, bakken we verse broodjes. Ze te ruiken nou ook, hè? Ze liggen er klaar voor. Ja, het ruikt heerlijk. Dat krijgen we ook altijd van mensen te horen, 's ochtends als je binnenkomt, van oh, wat ruikt het heerlijk als je hier binnenkomt. Ja, dat is ook het doel waarom de oven aan de voorkant zit, dat het lekker ruikt. Ik kan al zien, hierachter heb je een flinke tuin liggen, hè? Ja, dus mensen die... deze tuin is ook speciaal aangelegd voor onze gasten. Dus al onze gasten kunnen hier genieten van de tuin. Ze hebben behalve dat ze bij hun kamers beneden ook allemaal hun eigen terrasje hebben, hebben ze ook de tuin en kunnen ze bij mooi weer ook op de lichtbedden gaan liggen. En gewoon echt een beetje het vakantiegevoel proberen wij te creëren. Zullen we eens naar de kamers gaan? We hebben 5 kamers, alle 5 totaal verschillend. Dus we hebben het opgebouwd in kleuren. Dus we hebben de gouden, de zwarte, de witte, de zilveren en de naturelkamer. Waarbij onze gouden kamer, ja, we wilden heel graag een kamer maken die toch gewoon iets anders is dan de gemiddelde hotelkamer. En daarom vonden wij dat we 1 kamer moesten nemen die toch gewoon een beetje gek was. Nou, laat die maar eens zien dan. Dus dat is de gouden kamer geworden. Ja, kernwoord is inderdaad goud, hè? Koninklijk ook, zou je denken. Met dit lichtbed zo erbij. Ja, het idee erachter was, is dat Tim, mijn partner en ik hebben best veel gereisd. En wij zagen vaak dat of je nou de gewone suite boekte of je boekte echt de Royal Suite, is dat de inrichting vaak toch gewoon hetzelfde was. Alleen, de Royal Suite was heel groot, met een groot bed en een groot bad, maar de inrichting was hetzelfde. En wij vonden dat we daar iets anders mee moesten doen. Dus wij dachten, wij moeten, als we dan ook echt een Royal Suite maken, dan moet hij ook echt een beetje royal aanvoelen. Dus hij moet ook gewoon een beetje gek zijn, hij moet een beetje over de top zijn. En dat was het idee achter de Gouden Kamer. Ik ben ook wel benieuwd naar de badkamer, moet ik zeggen. Ja, de badkamer, daar hebben we nog een schepje bovenop gedaan. Met heel veel goud. Klein saunaatje erin. En... dit vind ik ook wel heel erg fantastisch. Wat voor gasten krijg je hier nou voor? Heel variërend. We zien, ik denk dat we ongeveer op 50-50 zitten met zakelijke gasten die hier in de buurt komen werken. Dus die komen vaak 's avonds wat laat aan, maar zijn 's morgens ook weer vroeg weg. Hebben we op dit moment ook. Dat zien we in de wintermaanden, is dat percentage denk ik nog hoger. En in de zomermaanden dan komt het toerisme ook heel veel. Dus we hebben nu ook toeristische gasten. En dan komen mensen hier vooral om, we zitten hier midden tussen heel veel natuurgebieden. Dus komen mensen hier om te fietsen, om te wandelen en gewoon echt recreëren. Ja. Dus dat zien we vooral in deze periode van het jaar, is dat percentage weer een stuk hoger. Om 9 uur is het zover, dan weet je of je beste B&B van Nederland bent geworden. Ja, heel spannend. Ja? Ja, zeker. Heel spannend. Wat denk je? Ja, wat denk je? Ik durf natuurlijk niet te hopen, maar we zijn vorig jaar 3e geworden en het zou echt fantastisch zijn als we nou... de kroon op ons werk zouden krijgen en zouden winnen. Dat zou natuurlijk echt fantastisch zijn, maar ik durf het bijna niet te hopen. Maar het zou echt fantastisch zijn. Ja, het zou echt fantastisch zijn.